Het was donderdag even een ander gezicht in Eindhoven. Het regende namelijk sinds lange tijd weer flink. De buien trokken over de stad heen en er viel ruim 10 mm neerslag. Heel fijn, zo'n pittige bui, maar het is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Het KNMI meldt dat er ruim 300 mm regen nodig is om de droogte tegen te gaan. Dat zou betekenen dat het vanaf nu de komende 2 weken elke dag moet gaan regenen. En dat blijft het af en toe doen, maar wel kleine buitjes. In het weekend lopen de temperaturen alweer op tot 28 graden en de zon breekt dan weer door. Een volledig einde aan de droogte is dus nog lang niet in zicht.